Duidelijk. Maken jullie wel eens, ja, vast wel selfies? Jawel, hè? Ja, dat is een beetje de tijd waarin we leven. Selfies maken, foto's maken. Er is wat ophef geweest over een foto van John van de Heuvel. Daar vielen mensen dan over. Kijk, het gaat om deze foto bij Auschwitz. Hij poseert daar met een groep waar hij naartoe is geweest. Ook om ze te informeren, ook om de mensen te informeren. En dan zeggen ze, ja, je gaat daar toch niet voor staan. Dat is belachelijk. Wat vinden jullie? Dat ze moeten stoppen met zeuren en zagen, zeg, als dat al niet meer mag. Wat is de tekst die erbij staat? Ja, die is te lang, maar in ieder geval maakt hij duidelijk dat het belangrijk is dat we in ieder geval dit niet vergeten en dat dit historisch... Prima hoor, echt waar, jongens, hou op met zagen. Ja, eraan, we hebben andere problemen. Hoe je op zo'n foto staat. Hè? Kijk, het ligt eraan, kijk, als je op zo'n foto, daar is de ophef over. Hè? Natuurlijk, als jij lachend op zo'n foto staat, is dat een foto waar je lachend op moet staan. Weet je? Ik bedoel, ik ben in Warschau geweest, bij zo'n monument. En ja, ik ben pas geleden in Berlijn geweest. En dan heb ik ook wat selfies gemaakt. Maar ik sta daar niet lachend op. Ik vind dat ook wel dingen waar je even over na moet denken. Ondanks dat, ja, ik vind, als jij daar een selfie van wil maken, je gaat lachen, moet je dat zo weten. Maar ik vind dat het wel een beetje gevoelig ligt hier. Ja, het gaat ook zo over de etiketten dan. Hè? Dus het leidt heel erg af van de discussie. Hij gaat er naartoe bewustwordingen. Dat lijkt me echt, vooral in deze tijd, ontzettend belangrijk. Dat we ons bewust zijn van wat er in de Tweede Wereldoorlog allemaal gebeurd is. En die mensen maken dan het hele grote punt van dat er één lachende jongen op staat. Terwijl ik denk, ja, het doel van het bezoek was wel oké. En is geslaagd. Ik vind het ook niet echt een selfie. Ik vind het meer gewoon een groepsfoto. Nee, dat is op bezoek. Ja, maar het gaat erom dat die plaats op WhatsApp. Dat was de discussie. Ja, maar ik heb zo'n foto gezien van het Nederlands elftal dat daar op bezoek was. En ik heb heel veel schoolklassen gezien die daar terecht ook op bezoek waren. En ja, ik vind dit niet zweg. Ja, iemand staat te lachen. Ja, dan had iemand misschien... Maar heeft John nou die muts op? Ja. Want dat vind ik wel. Ja, ja. Dat vind jij dus niet kunnen. Nee, daar zou ik dus wel echt een punt van maken. Je doet niet een babyblauwe muts op. Nee. Überhaupt niet, hè, waar je ook staat. Hè. Ook al sta je wel op een leuke plek. Maar je doet niet een babyblauwe muts. Daar heb jij dan weer een punt. Ik vond het trouwens lastig, want ik vind echt waar zeuren met z'n allen over. Je kunt echt een beetje muggen ziften. Het doel is in ieder geval ontzettend nobel en goed van John. Maar het kan natuurlijk altijd erger. Want kijk even mee, we hebben wat foto's erbij gepakt waarvan je denkt, ja, is dit nou wat je moet doen? Ja... John, dit is toch veel... Hier, kijk. Oh, dit. Ja. Ja, dit vind ik echt veel te ver gaan. Dit is... Het is dubbel. Ik zou het niet doen. Ik zou in ieder geval op zo'n foto niet... Bij zoiets niet zo op een foto gaan staan. Maar is dat domheid of is dat... Wat is dat? Naïviteit. Ik wil het niet in domheid zetten. Ik zet het meer in de naïviteit. Want ik denk dat mensen niet eens weten wat er aan de hand is. John van de Heuvel die is ooit, althans in de oorlog... zijn opa heb ik toen gelezen, in het verzet geweest en is toen doodgeschoten. Ik vind dat hij daar een beetje misschien beter had na moeten denken. Maar dit soort kinderen, noem ik het eventjes, dat zijn gewoon hele naïeve mensen die dat helemaal niet zo zien. En wij denken daar toch iets anders over. Denk ergens is het helemaal langs heen gegaan wat er eigenlijk gebeurd is. Mm. Je hebt gewoon geen idee, denk ik. Nee. Te veel met zichzelf bezig misschien. Ja, dat zou kunnen. Ja, kun je beter ergens anders doen. Ja, eventjes, ik wil nog één foto eruit halen over ongepaste foto's gesproken. Infantino, de baas van de FIFA, de Wereldvoetbalbond. Oh ja, Pelé. Ja, die stond bij een foto. Kijk, hier zie je Pelé liggen, overleden. Ja. En hij gaat daar op de foto. Hij verdedigt zichzelf trouwens. Hij zegt, ja, het waren familieleden van Pelé. Die wilden met mij op de foto. Ja, oké. Okay. Moeten we hier veel over zeggen of denken we... Duidelijk. Beetje vreemd, ja. Hebben jullie trouwens meegekregen dat er een mediapact is gesloten vandaag? Groot nieuws natuurlijk, ja, allemaal meegekregen. Want na de...